Bart Schenkeveld, jullie verliezen met 2-1 van Heracles. Een wedstrijd die gewonnen moest worden. Waarom konden jullie het vandaag niet opbrengen, terwijl jullie het weten zo goed dat jullie echt moesten winnen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, we hebben wel alles gegeven. Ik denk, we hebben de kansen. We hebben best nog wel wat kansen gehad. Afvallende ballen. Ja, die mogen er zeker wel 1 of 2 in. En ik denk 1-0. Ja, gaat hij er langs. Kijk, het kan gebeuren. En alle verdedigers stappen naar voren. Iedereen gokt. En toch speelt hij hem voor langs. En stond Amateros helemaal vrij. En die tweede heb ik niet teruggezien of het buitenstel was. Stapte Wasim op het laatste moment. En stond ik er nog achter. En ja, toen stond ik dus achter de laatste linie. En ik weet niet of het buitenspel was of niet. Dus ik ging er nog voor, maar ik was te laat. En dat waren twee niet een beetje te makkelijk weggeven doelpunten. Terwijl het wel gelijk opgaand was, weet je. We streden met z'n allen en we hebben alles gegeven, ook op het laatst, weet je. En daar wil ik wel het team voor bedanken. Ik ben in ieder geval trots op het team, hoe ze op het laatst alles geven. En weet je, het is niet genoeg, maar dat is wel het enige wat ik eruit haal. Dat ik in ieder geval trots ben op het team. Neem je het jezelf dan kwalijk dat jij dan die laatste man bent bij die tweede goal? Of denk je van, het ligt niet aan mij? Nee, ja, ik natuurlijk, neem me kwalijk. Weet je, ik geef gewoon alles. En neem jezelf kwalijk. Ik weet ook niet of het buiten... Ik heb het helemaal niet teruggezien. Ik weet ook helemaal het moment heb ik niet teruggezien. Dus ik kan niet weten of het buitenspel was, Voor mijn gevoel stapte de centrale verdediger heel laat en voor mijn gevoel was het niet nodig. En dus daardoor stond ik heel lelijk ver achter. En toen ging ik er nog voor en toen was het doel. Maar ik denk dat ik alles heb gegeven en het is wel makkelijk om dan te zeggen, dat is genoeg. Maar weet je, het is zoals het is. Weet je, als je alles geeft en aan het eind van de rit is het niet genoeg geweest, is dat heel zuur. Maar uiteindelijk gaat het om dat je zo in de spiegel kijkt en dat je kan zeggen, ik heb alles gegeven en... dat het niet genoeg is, is heel zuur. Heel zuur, omdat je zoveel energie erin hebt gestopt. Maar het is zoals het is. Hoe gaan jullie het dan de laatste twee wedstrijden nog veranderen tegen Heerenveen en PSV? Ook niet de makkelijkste wedstrijden? Nee, het is allemaal niet de makkelijkste wedstrijden. Maar de bal is rond en de wedstrijd is een wedstrijd. Ik denk dat we gewoon... Het is het moment dat we veel karakter moeten tonen. En dat we gewoon erop moeten vliegen en als mannen moeten voetballen. En natuurlijk zal er een beetje spanning op staan, maar uiteindelijk... Moeten we daar boven staan en moeten we onze job doen. En in ieder geval de intentie, alles, maar dan ook alles geven en het besef hebben dat we winnen. Dat we willen winnen. Maar dat moest vandaag toch ook? Ja, maar dat is ook zo. Daarom ben ik ook trots op het team. Jij speelde die eerste basisplaats sinds begin februari. Hoe ging dat? Vind je het genoeg? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik zoveel heb gelopen. Ik heb zoveel geknepen en dan kwam ik weer 1-op-1. Ik heb diep gelopen. Ik heb overal rugdenking gegeven. Ik denk dat ik alles heb gegeven. Of het conditioneel nog beter kan, ik weet niet. Maar ik denk, ik heb het volgehouden. Ik was wel heel veel op het laatst moe. Maar ik weet niet hoeveel ik heb gelopen. Maar ik heb volgens mij echt heel, heel veel gelopen. Ja, en het was ook voor jou misschien wel een bijzondere wedstrijd tegen Heracles. Je hebt daar 3 jaar gevoetbald. Ja. Nog veel bekende. En is dat dan bijzonder? Ja, natuurlijk is het altijd bijzonder. Maar... ik ken nog een aantal jongens en het is leuk om ze terug te zien. Maar ik had ze liever anders teruggezien. Met een sip gezicht terug naar Almelo gestuurd. Van Verpolen, jullie verliezen met 2-1 tegen Heracles. Terwijl het zo erg was ingepeperd, deze wedstrijd moest gewonnen worden. Waarom konden jullie het toch niet genoeg opbrengen? Dat verwoord je denk ik niet goed. Ik denk wel dat wij de betere kans hebben gehad vandaag. In ieder geval meer kansen. En zij hebben denk ik 2-3 goede aanvallen gehad. En daar maken ze er weer 2 van. Ik denk dat we dan alles geven nog. En dan zitten ze ons ook niet mee op het eind. Ik denk dat het publiek dat ook wel ziet. Dat we er uiteindelijk alles nog aan doen. Alleen dan valt hij net niet goed. Is het een wedstrijd die dit seizoen symboliseert? Ja, vind ik wel. Ja. We hebben te veel kansen nodig. En we geven goals te makkelijk weg. En dan zit het. Dit soort wedstrijden waarin we, vind ik ons echt wel gelijkwaardig zijn, dan kunnen wij heel moeilijk over de streep trekken dit seizoen. Ron Jans nam na de wedstrijd iets langer de tijd dan normaal volgens mij in de kleedkamer om een praatje te houden. Wat werd daar allemaal gezegd? Ik heb geen idee, want ik stond bij Fox voor de camera, dus ik krijg dat ook nooit mee. Ik weet niet, zal hij morgen wel tegen me zeggen wat hij heeft gezegd, maar ik heb dat niet meegekregen. Oké, dit seizoen is nog 2 wedstrijden lang. Heerenveen thuis, PSV uit. Hoe gaan jullie die wedstrijden in? Moet er iets veranderen of denk je als we zo doorgaan, dan moet het goed komen? Als we zo doorgaan, dan verlies je hem weer waarschijnlijk. Maar met dezelfde drive. Je zag wel dat er een hoop spanning op zat vandaag. Het voetbal was niet al te best, maar dat was bij Heracles ook niet.
Uiteindelijk zullen we wel beter met onze kansen moeten gaan. En de goals niet zo heel makkelijk weggeven. Ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar ja, zo simpel is het wel. Ik denk dat we er genoeg spirit in gooien in deze wedstrijd. En tot het eind. Alleen ja, dan zit het gewoon net niet mee. Ik hoop dat het gewoon tegen Heerenveen wel een keertje mee zit. Ja, laten we daar maar op hopen. Want dit seizoen, aan het eind, ik denk dat we over 10 jaar dit seizoen niet echt meer gaan herinneren. Nee, zeker niet. We lopen het hele seizoen achter de feiten aan. Het is begonnen met de eerste 7 wedstrijden, 2 punten. Ja, het is wat dat betreft echt wel een rampseizoen. Wil ik het nog niet noemen, maar het is wel een verschrikkelijk seizoen tot nu toe. Verloren seizoen? Ja, zeker. Nou, hopen dat het volgend jaar beter gaat. Ja.